Ik zal toch niet zo hard gaan, dus zo hard zullen die tactics niet. Ik begin met 24 links nu en 25 rechts. Oh, ik begin in de pits. Ik was te laat met doorklikken. Ik zat in de pits. Ik heb geen limiter, man. Ik wel. Ik wel. Oh, dan ben ik de eerste zeker. Nee. Ah, kom maar goed, jongens. De eerste race. Het is dubbelpaard, toch? Niet? Ja. Ja. Ik was vergeten met deze game dat je nog door moet klikken, dat je anders in de pit staat. Ja, je moet inderdaad op drive klikken, anders... Het werd nog gezegd, hè? Die raden is wel echt nice, moet ik zeggen. Dat vind ik wel ideaal. Green light, green light, yeah. Zo, ik moet gewoon lang wachten dan. Vergeet op drive te klikken, of zo? Ja, vergeet. Ja, dan start je vanaf de pit en dan moet je even wachten. Ja, dan... Weird, ik had die namen. Ik denk dat het met DLSS te maken heeft. Ja, dat klopt. Bij mij ziet het super weird eruit ook. Klopt, ja. Beetje dubbel en... Niet duidelijk nu. Nog een motion blur op de namen zit. Ja, zoiets is het. Sowieso. Oh, de bandjes koos? Dat kan een bandje denken. Nee, niet eens echt. Ze zijn enigszins op temperatuur al. Maar echt al twee keer buiten de baan. Ja, ik zag het. Meer van een beetje die inzicht aan. Left tire pressure is wel te hoog. Oh jongen, waar ben ik mee bezig, joh? Ga maar langs. Clear on the right. Oh, zo'n lobby. Die zag ik niet. Maar die ga ik ook niet voorbij laten, want... daar maak ik geen verkeerde overtake op. Ik probeer mee te scheppen. Ik wist hoe ik mijn traction control is vandaag voor de tijd gereden, maar dat weet ik wel. Ik heb traction control op 3, ik heb nog niet echt met lager geëxperimenteerd. Ja, nee, ik speel nu op 5, maar ik speel met control. Ja, met control staat hij volgens mij standaard op 5. Ja, klopt, hij stond er standaard op. Maar ik doe het raar. Ik denk dat ik het nu ook wel gewoon zo hou, maar het is meer gewoon omdat ik hem dan op de baan kan houden. Ja, precies. Ik zou wel gewoon ook de game in ieder geval de aankomende week wat meer gaan spelen. Ja, het is een harde game, man.
Ja, het is wel jammer dat het een schuurtje gegeven is, want nu moet ik altijd op de controle. Dat is gewoon, vooral bij deze game is dat echt jammer. Zijn die überhaupt wel in alle acties geweest? Ik heb er eentje gedaan. Dus ja, jij hebt al een paar helpen erbij gestoken. Ik ben dan nooit zo stil voor het tijdens de race, joh. Ja, je hebt wel van meer concentratie nodig dan bij F1. Ja, dat is zeker waar. Ik merk alleen dat mijn front left komt echt even rond die 27, 6 PSI. Dat is goed. Ja, ik heb nu links 26.9. De rest is nog wat laag. Rechts 27. En dat komt straks omdat ik gewoon niet doorraak. Ik voel dat je achter me rijdt, Raccoon, ook, want dan voel ik wat meer druk. Ik ga in één keer 1,5 seconde sneller. Ja, het is langzaam. Dat is een push-up. Oh, kijk, wat doe ik? Oh. Ja, ben ik alweer. Zijn dit de achterblijvers? Wat dan? Voor jou? Nee, het is Alvist en Boy. Waar komen die vandaan dan? Die zitten met elkaar te stoeien, dus die rijden een beetje langzaam op de. Okay. Dus ik zie ze altijd elkaar in de avond. Dat is een lekker stoeien.
precies. Als ik auto's voor me zie, dan ga ik harder rijden. Ja, ik ook. Zeker, Rickert. Die zin dat dacht even hier buiten om bij mij te kunnen gaan. Maf, Kees. Nog te proberen. No way, Jose. Het enige moet weten is dat je bij Koos nooit aan de buitenkant in kunt halen. Je moet de site even langs gaan, anders is het goed genoeg. Precies. Ja, iemand moet toch de eerste zijn? Nee, ja, meestal ben je dan de eerste die in de gidsbak rijdt. Meestal gaat. Oh, gaat er eentje de windbak in? Bijna? Net niet. Nou jongens, wel een beetje doorrijden nu, want ik zit hier gewoon vast. Ook al liefde raccoon ook in de rondte. Ja toch, een beetje cruisen. Ja, daarom ben ik. Wij zijn een soort van de gentleman driver. Wat een coole fucking game toch? Ja, dat sowieso. Als ik zoals al zei, ik zou hem echt veel liever met Switch. Ja, snap ik. Dit is kut, ik moest gewoon inhouden voor Dannen en daardoor kan ik niks meer op het rechte stuk. Vorige keer reden we Zandvoort s'avonds, weet ik wel. Hebben we zo'n halve dag geweest gedaan. Ja, dat was best wel vet. Dat is ook wel lach om nog een keer te doen. Met welke game dan? Deze game. Met de kost, hè? Was ik erbij? Nee, daar was jij niet bij. Oh, ik ben het zo. Toen ben ik volgens mij nog 20 minuten lang in de nacht bij Alvis en zijn achterpumpen gereden, volgens mij. Jezus. Dat is een unieke lijn die je daar neemt, Danne. Ja, ik was niet op het gas, hè. Zag je dat? Ja, ik heb hetzelfde. Drie bochten lang al nu. Dit in één keer. Bandje schoon man. Oké. Ja, banden druk is bij mij 26 bij 9 overal. Ja, bij mij één keer. Oh shit. Temperatuur zijn ook niet te gek. Mijn linker voorband heeft te hoge PSI meegenomen. Waarom merk je dat? Nou, ik merk gewoon dat ik daarop ga glijden. En dan, hij zit dan rond de. Ik merk van meteen als ik hem boven de 28 krijg, dan ga ik veel sneller glijden. Bandjes zijn er niet ja, ik zag het echt in één keer bij jou.
Dat er echt niks aan de hand is ofzo. Te druk, hè? Dan doe ik niet de banden druk. Boy, eindelijk in een Ferrari die doet wat hij wil. Ja, precies. Dat zie ik wel kunnen besturen. Maar ik wil je toch zo langs zijn als je het niet erg vindt. Ja. Succes mee. Komt goed. Er is geen pitwinner, je mag gewoon zelf bepalen wanneer je naar binnen gaat. Oh, ik wou net zeggen, dat was ik even nog vergeten te vragen. Hoe lang is de pitwinner? Tenminste, ik heb hem niet ingesteld ervoor, dus ik kan er gewoon naar binnen gaan beneden. Oeps. Car on the right. Zeg ik toch? Ga ik daar net. Ik zie het tientje wel schijnen. We hebben ook nog niet zoveel ervaring met de Ferrari, dus ik snap dat wel. Blijkbaar een safety rating unlocked. Lekker jongens. Bezig. Ja. Dat telt in deze game wel mee. Ja, ik heb tot nu toe nog niemand tegen niemand aangereden. Ja, knap. Ik heb ook nog niet echt bij iemand in de buurt gereden, maar... Eén keer tot de baan. Daar? Nee, Raccoon, ik ging één keer door de vent heen, dus Raccoon heb ik weer gemaakt. En dan wacht hij niet eens op je. Nee, ik klopt zo. Ik heb nog wel iemand achter me zitten, ik weet alleen wie dat is. Ja, ik dacht nou eens een keer mijn kans om Niels in te halen, dus ik dacht die moet pakken. Gewoon niet meer teruggeven dan. Groot gelijk. Volgende keer lappetje, in Formule 1 lappetje gewoon weer. Volgende keer lukt het niet. Maar nee, volgende keer ook. Volgende keer was het schijnbaar een lappetje, man. Ja, dat was zeker een lap.
toch wel weer mensen in zicht, Niels? Oké, niet goed. Pak ze aan. Ik moest nog vanuit de pitstraat ook. Ik heb zo'n beuk, dus... En dan genoeg gestraft. Dat ben je zelf toch? Maar dat is een ding met zulke fouten, die maak je nooit meer. Ik heb tenminste nu wel consistent puntjes, dat is wel mooi. Mogen allemaal niet zo snel zijn. Hé, hey, je bent er in ieder geval man, daar ben ik echt blij mee. Ah, ik dacht fucking waarom ook niet, wat kan er misgaan? Nou, dat bedoel ik, maar dat was ook een beetje mijn punt van... Nou oké, je hebt niet geoefend, nou en? Weet je wel, je rijdt niet als een hol. Welke auto heb jij gekozen? De oude. Ik heb de Ferrari 488 GT3. Ik wilde altijd al in de Ferrari rijden en ik hoorde dat het in deze game dus gewoon mogelijk is. Oh, Jezus. Nog steeds je bandjes? Nee. Dingen maken gewoon een foutje, dus ik moest even vol op in de ankers. Ik ben bandjes aan een beetje afgekoeld. Ik heb ze net gewoon een beetje over de klif gedaan. Ja, dat denk ik ook. Nu rijden ze in principe gewoon weer netjes. Ook wat cooler. Wat is je bandentemperatuur nu doen? Het gewoon groen. Ja, bij mij is 95 graden links voor. Dat zie ik hier staan bij mijn bescherming. Wat ook niet zien. Ik heb zo'n, je kan de hut aanzetten, daar zie je het sowieso, dan zie je ook de temperatuur van je remmen. Maar, ik heb zo'n schermpje op mijn dashboard, weet je wel, waar mijn webcam zit ervoor in de stream. Oh. Dus, maar hij zijn 84, ik weet niet of de bandtemperatuur is. 84 zou wel een temperatuur zijn, ja. Rechts is bij mij 80, het is echt links voor. Wat 95 is en links achter 91, rechts is allebei 80. Ja, ik ga naar Oostenrijk man, ik heb er echt zin in. Oei oei oei. Ik heb alleen nog niet besloten van welk team ik een petje ga halen. Heel misschien die van Daniel Ricciardo, omdat het waarschijnlijk natuurlijk zijn laatste jaar is en dat het dan nog gewoon een fucking basis. Heel misschien Fernando Alonso. Maar het voordeel is als ik van Ricciardo een pet haal. Dit schijnt echt een heuse oranje zee te zijn in Oostenrijk. Dan kan je met een Ricciardo pet wel mee aankomen. Van Alonso is dit niet. Die gaat me gewoon door. Alonso veel te veel lol. Ja. Een interview en hij is ook gewoon beter, dus ja. Hij had het ook weer over van, ik verwacht wel dat ik heel veel penalty krijg. Want die weaved ook 5 keer op de straight. En de vorige keer ik voor 1 keer weaven 5 seconden. Dus ik denk dat hij nog 15 krijgt. Daar had hij het over. Ja, maar heel eerlijk. Ze hanteren ook gewoon met zo'n pret gezicht. Heel arbitrair hoor. Ja, nee, 100%. Maar daarom loopt Alonso ook zo vaak te fucken met die regels, weet je wel. Dat ophouden en... De Monaco. Waarom? Hij speelt er gewoon mee. Nou ja, als jullie zo kut gaan doen, ja, is goed. Ik hou maar jullie regels.
Ik zit nu met mijn linker voorbeeld elke keer net boven die... zeg maar rond die 28, misschien net iets hoger. De rest van mijn prima. Die bandendruk. Ja, die kan je ja. Nu dus aanpassen in... als je op select... Kun je dat tijdens de pit doen? Nee, tijdens het racen. Oh. Je hebt echt een heel pit menu. Voor mij is dat even kijken, de share button van de PlayStation, weet je wel. Dus ik weet niet of dat bij jou zou zijn. Nou, ook de share button, maar. Oh ja, ik zie het, ja. Ja, dan moet je een paar keer drukken, kom je vanzelf bij pit menu. Dan kan je ook kiezen hoeveel benzine erbij moet. Je kan daar ook handmatig nog je pit limiter aanzetten. Door gewoon een minuut te scrollen. Ja. Ignition en zo. Ja, precies. Oh ja, je hebt gewoon een heel menu inderdaad. Ja, even een rechtstuk Ja, ik zou het wel op rechtstuk doen. Is dat voor, achter mij, is dat een, iemand die me gaat letten? Ja. Ik rij achter Niels volgens mij. Ja. Die ga ik lappen. Aan de kant. Dankjewel. Nee. Je wist dat dit ging gebeuren, Sinno. Classic Sinno, daar is hij weer. Ben je gespind? Ja, half. Ah, dan komt het nog. Maar waar gebeurt het? Ja, uitkomen van de kombocht. Ah, ja. Vlak net was zacht fris. Net te hard op je gas getrapt, of... Gewoon onderstuur als een malle opeens. Ja, ik lift daar altijd een beetje, man, die laatste bocht. Ook, ik hou hem. Nou, ik heb tot nu toe al de voorkast teruggekomen. Halverwege de bocht heb ik even mijn gas ook even overgast. Ik moet echt liften om die auto een beetje te draaien. Is lekker. Oh, die raakt er niet op het... Ah jongens, deze ga ik echt wel te meer richten hoor. Meteen was het kind daar.
Ik ga naar binnen, ik ga naar binnen. Ja, ik ook. Oh, jij gaat ook, oké. Ah, kut! Godverdomme. Jij waagt een poging om naar binnen te gaan. Ja, precies. Wat gebeurt er? Heb je ook tegen de muur aan gereden? Ja, vol. Ja. Ik kom niet meer vooruit, joh. Ja, je bent in ieder geval dicht bij de pit. Nee, want hij schoot aan de buitenkant van de box. Oh, nut! Oh my god! Dat was heel kut. Dat ben ik met je uit. Iedereen voorbij laten, omdat ik een limpe ben. Wat is de snelheid dat je naar binnen mag rijden in de bus hier? 50. Ja. Je hebt limit aan of staan, maar die kan je gewoon op 1 is doen. Automatisch staan. Uiteindelijk misschien dat zit nog niet eens zo traag is, maar het wordt te laag schakelen. Dus de vraag, is er een knop voor je pitlimit? Ja, hij staat standaard op automatisch, dus als je in z'n 1 rijdt, dan gaat het goed. Dan gaat hij gewoon, Ja. Maar je moet wel in z'n 1 rijden, anders... Ja, je moet wel in z'n 1 rijden, anders kan hij niet eens aangaan. Ik heb hem overigens wel gemapt op mijn stuur, hoor, de pitlimit op de zekerheid. Volgende 2 om naar binnen te rijden. Je kan het, man. Ik denk aan je. Ja, dat is gelukt. Lekker. Zonder te snel te gaan. Kom op, Fred. Kies op. Stop en go for speeding in de pitlane zie ik hier. Wie? Ja, dat ben ik. Fuck! Ik kan wel even rustig van de drink pakken als je schade hebt. Ik heb twee keer laten denken. Maar dat is gewoon een half uur of zo? Ja, niet. Ik ben een goede minuut stellen totaal. Als ik dat gewoon niet doe, dan dat scheelt mij heel veel tijd op deze. Lazy Bonker, dankjewel voor de gifts op aan de Lazy Boomer. Appreciate it, my dude. Ik knop niet meer wist van de engine aan en uitzetten, maar niet goed. Klopt, takelen. Dat was je verplan, ja, maat, ik zie alleen dat hier heel veel mensen online zijn. Ik denk, nou, gezellig.
maar. Ah, enjoy! Gezellig is het ook wel. Ja, dankjewel. Hoi. Hoi. Wat een zwoele radiostem, man. Hij mag me na de radiostem, man. Hij mag me na de race, mag hij me nog wel heel even bellen. Ja, daarom. Hey Koos, voel je ogen al zwaar worden. He, het is al laat. Doe de gordijntjes maar dicht. Alleen wel per ongeluk van camera's dan ervan. Ik zit nu echt... Kijk nu echt voor de visor, zeg maar. Ja, vet is dat, hè? Dat is wel vet, maar ik doe het niet. Ik wil het eigenlijk, maar het is voor de stream dat ik het zo chill om te kijken. Je hebt nog één net voor een stop go, hè? Verre. Ja, weet ik. Okay, ik heb ja, het rechtsboven ook kunnen zeggen, maar... Ja, niet dat je niet weet en dat je dan gedisqualificeerd wordt. Oh, nee. Gelukkig staat er rechtsboven in je scherm. Ik zag het niet voor mij, man. Laat je op het rechtstuk voorbij, oké? Geen probleem. Geen haast. Nee, dat begrijp ik in jouw schoenen. Ah, dan, je moet nou niet naar binnen gaan, hoor. Oh, we moeten. Wist als ik niet gedisqualificeerd word. Yep. Eerst een, anders heb ik weer een ding. Heb je niet eens één of zo toen je weg? Nee, toen weg één. Gelijk opschakelen. Schakel je meteen op. Ja, automatisme gewoon. Stom. Ja, ik dacht eerst, oh die heeft... Vindt hij me gaat niet automatisch. Nee, dus ik durfde ook niet vol gas wegrijden. Ik dacht, ik ga wel gewoon half gas. En zo wat ook wel onder de snelheid bij me. Er stond ook pit speed, limit active. Maar nee, dat is bij wegrijden moet je ook eens één blijven. Ja. Lijkt net zo twee toe aan. Stomme vaat. Ik heb 30 seconden wachten ook gaan, dus gewoon een extra pistop nu. Zonder dat ik überhaupt iets terug moet krijgen. Nou, dat is kut. Dat is echt heel kut. Ik pak hier wel op het rechtstukje, Zwek. Ook gelijk aspect, ja, fix.
Hey, was zo raar, voor het eerst in de E40. Lekker. Okay. Ja, dat kwam je er wel hoor. Wat zijn we met controle? Is dat ik echt de auto op moest vangen in de pot. Maar ik reed tot nu toe voor mijn gevoel redelijk lekker, maar ik stond net al voor het eerst achterste voor, moet ik zeggen. Nou, dat is min.
bijna in 40. Je loopt flag in sector 1. Een flagkie, oké. Ja, die ene keer was een voorbode. Hallo. Maar nee, sorry, daar is hij weer. Ik heb light damage at the front, ik weet niet waar, maar... Oh, het zit wel wat moeilijker nu. Oh. We meet again. Nou, gewoon moet zo, 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 zo. Ja, ik heb die damage, ik kan niet met zo'n scherm insturen. Het is meer dat ik deze auto niet goed genoeg ken om het ergens proberen uit te redden. Dan ben ik maar nog wel misgaan. Ja, het is anders dan dat je zou denken hoor. Ja, daarom, weet je. En ik heb ook geen zin om Raccoon nog eraf te rijden daardoor. Maar ja, ik heb mezelf er net al afgereden, dus... Ik hoop stiekem dat hij zichzelf wel nog een keer weer eraf rijdt en dan kan ik er gewoon zo voorbij. Ja, het ging echt wel lekker, gewoon tot dat moment, dan was het in één keer klaar. Ik vond het wel redelijk consistent 1.41 plank rijden. Nu heb ik elke keer Raccoon op voor, dus helemaal niet, ja. Ik reed 31.5, maar... Of 1.39.5. Maar dat lukt nu niet meer. Dat merk ik. Maar 1.41 kunnen we wel proberen. We zitten nu op een 1.42.2. Dat vind ik niet. Er komt ook een blauwe vlag aan, dat komt op zo heb ik nog wel even wat lol zo. Wat zei je? Zo heb ik nog wel even wat lol zo. Weet je, naar andere mensen die buurt zijn. Is dit de meest stille league race die we ooit gereden hebben? I know, denk ik, hè? Ja, had ik meer gepraat dan de rest bij elkaar.
Ja, nu met echte professionals, hè, dus... Force is strong in this one. Oh. Ik moest een keer proberen, ik moet het, sorry. Ja, nee, is goed. Dat ging wel heel hard, moet ik zeggen. Ah, ik hield hem op, ik hield hem op. Je hebt hem nog uit het grind gehouden, dus dat was netjes. Ja, daarom, ik hield hem op gewoon, dus dat was het bedoeling. Ik dacht, nou, laten we eens kijken hoe dit gaat. Ik zat ook zo dit afje dat ik ook gewoon breaking performance verloor. Want ik had normaal gesproken rem ik op die plek en dan kom ik nog wel redelijk uit. Dan deze keer kan ik echt verder. Ja. Ja, ik heb met de meeste bochten gaat wel redelijk, maar met deze en die laatste bocht, dan heb ik echt last van die dingen. Oh ja, merk ik hier. Ja. Dank u. Ik zou niet meer bij je kunnen komen, Niels en Rick. Ik kan niet harder dan 1.41.5, dat is de max. Goed zo. Kan ik misschien nog bij je halen? Ja, dat zou best kunnen, ja. Ik hoop dat we er niets, maar... Ik verdedig voor mijn leven. Helemaal goed. Geen bakjes hier dichtbij. Is hij zeker dichtbij? Ja, ik dacht van ik kan wel weer de pit ingaan met als je die damage moet repareren, dat duurt zo dat lang. Dat duurt zoveel tijd, dan was het niet waard voor je. Heel misschien direct was gegaan, dan had het misschien nog net. Ik kom met mijn scoop gelijk op laatst, dus... Oh ja, ik ga juist aan de kant zodat je binnen doorkomt. Car on the right. Clear on the right. We hebben terug naar ons gewicht. Thank you.
On my last things, Shaq. Ik kan wel even in. Grandioos, Alvist. Dankjewel. Oh, alsjeblieft. Super. Ik zit hard op tussen rondje. Of is het gewoon op de timer en je bent klaar? Timer. Nah, nee. Dus wel, je moet dat rondje nog wel finishen nadat de timer afgesproken. Oh nee, dus de timer komt zo lekker. Nee, stop maar gewoon. Dan weet ik hoe ver ik nog, hoe lang ik nog vol moet houden. 3,5 minuut. Nou, ik denk dat Dan mij dus nog wel gaat pakken. Ik ga niet hard genoeg. Verdedig even hard, hè? Ah, zeker, zeker. Die P7 binnenslepen. Ik weet eigenlijk niet wie ik er nog meer voor bij ben gegaan, maar. Spin! Ja, mooi. Bijna. Oh, ah, kom op zeg. Ah, niet zo, hè? Ja. Ja. Het is gewoon maar gelijk een half seconde bijna. Shit, hou je. Ik kan waarschijnlijk 2 seconden minimaal langzaam per rondje, dus. Ja, ik rij 1,38 hoog in ieder geval, dus. Ja, dat, Ik reed 1,39,5 en nu met die schade rijd ik 1,42 of zo. Ja, dat is wel een. Maar hij rijdt nog, hij rijdt. Probeer een beetje 1,41 blank te houden. Kijker rijdt denk ik 1,36 rondjes of zo. Sorry. Hoe gaan jouw rondjes? Ja, 36, 37. Het verschilt een beetje. Dank je zo, thanks. Snelste van de race was een 36, 3, 8, 5. Of, dat is gewoon bijna 4 seconden sneller dan mij. Ja, dat is echt leuk. Ik weet niet beter waar ik de 4 seconden over moet halen. Geen idee hoor, echt letterlijk geen idee. Ja, nee, ik kan er nog wel een seconde of zo vinden met gewoon de game spelen. Maar. Veel zal ook wel zitten in traction control en dergelijke, denk ik. Dat heb ik ook hoor. Ik speel nog zo, ik kan wel lage traction control spelen, denk ik. Ik gebruik ook wel traction control, hoor. Staat op 4 bij mij. 4? Ja, van de 11. Deze auto kan tot 11. Ik heb op 5 van de 11 staan. Oké, okay. Ja, ik blijf op 12 staan. Ik heb mijn ERS nodig, waar is mijn ERS? Ah, kom op zeg. Zijn jullie voor positie aan het vechten, Danem en Door? Ja, ik ben er voorbij. Ja, maar dan laat ik jullie gewoon lekker gaan. Ja, maar het is mijn laatste ik. Ah, shit. Nou, daar heb ik geen tijd meer om nieuws te pakken. Fuck. Zit er niet meer in. Dat is 4,8. Ik denk, seint hier zo, van oprotten. Lekker man, die fles nog. Foutje? Lekker. Nee, niks. Oh. Ja, wel foutje, maar ik. Niks ernstig. Niks leuk. Oh ja. Ik raak net een beetje het kind aan. Ja, ik zie je. Dan raak ik de auto net een beetje ontzettend. Ik ben nu wel een beetje pees kwijt. Dan, jij hebt nog time penalties, hè? Idee. Nou, ik gok zo'n 5 à 10 seconden time. Ja.
2 seconden. 3 seconden tekort. Shit. Zaak. Dank u, man. Proficiat. Proficiat. Dankbaar. Ik denk alleen een gekke stutter. Moet jij niet nog een ronde dan? Nee, ik ben ook gefinished. Oké. Okay. Ja? Dat is mijn finish? Ja, ik had vlees vast. Nee, hè? Niet? Ja, je finish, ah, je rijdt voor mij over je de finish. Voor, je rijdt voor over de finish. Nee, maar hij zag ook final lap en dingen, dus... Ik moet op een... Is je auto weer aan het reden? Ja, mijn beide was mooi, man. Lekker, man. Ja, dat was de laatste 15 rondes of zo, denk ik. Ja, zoiets. Mijn god. Dat was wel even op tandvlees rijden, hoor. Ik heb ook volgens mij de hele tijd mijn bek dichtgehouden. Moest je wel echt een paar keer moest ik hem slim positioneren. Anders had je ja, me wel gehad. Oh. Ik kwam er gewoon niet voorbij. Nee, het is wel moeilijk hier, hoor. Ja. Ja, zeker met deze auto's. Ja, het probleem is, Madboy en ik die hebben exact dezelfde exit speed bij de laatste bocht. Ja. Dus, ja. Oh, je maar hebt dezelfde Ferrari's, hè? Ja. Ja, precies. En kijk, hij is vooral de tweede sector. Is hij sneller dan dat ik ben. Maar daar komt hij er niet voorbij. En dan, ja, uitkomen laatste bocht, ja. Dan is hij dichterbij gekomen, maar hij komt er niet voorbij. Het schip dat je goede content hebt. Ja, oh, lekker jongens. Iets uit in sector 1 of zo. Dus mag niet ook zwaarder langzaam die hele race weer dichterbij. Ja, dit is een stuk zwaarder dan F1 of zo. Oh, de safety rating. Oppassen voor de safety rating. Is dat ook in deze outlet? Ja, is ja, ja, heel het spel is dan. Oké. Okay. Kijk uit. Moet voorzichtig naar huis gaan, ja. Ik heb. Ik kan er wel vast op hoor, man. Oeh, jezus, wat gebeurt hier, joh? Ja, de map is ook weg, dus ik kan niemand meer zien aankomen. Nee, dat klopt, joh. Er stond niemand achter tevoren. Nou, weet je, het is een vette race. Ik heb me vol aan moeten concentreren. Het was misschien iets minder spectaculair voor de kijkers, wat betreft de inhaalmanoeuvres en noem het allemaal maar op. Maar, het was hard werken. Maar het was ook echt heel tof. Echt heel tof. Ja. Zo eigenlijk Formule 1 gewend dat hij mezelf met zijn rijdt. Oh, mijn zicht.